Ook een paas, hè. Dit is een zendel, hè? Dit is echt zwaar, hè? Ja. Het is zo'n koud en duur. Ik denk dat we hier de eerste vrouw krijgen. Die jongen is niet meer.
Ja. Ik heb het niet zo.
ik het van hieruit kan zien. Zitten ze nog altijd bij elkaar? Zie Jochem, de derde vrouw, zit er nog steeds niet daarachter? Vijf rondes te houden.
banen voorbij komen, nog 200 te gaan. Amore, Fabio, ik kan het niet goed leren. Wonder maar een seconde. Oh, ja. Ja. Er is ook dicht. Wat zitten ze dat? Dat komt kort. Ondertussen
komt door de even met de voorzichtigen eraan. Justa gaat er later in. De herrie is voorbij gekomen. De derde, meer dan 1000 meter, de meting komen.
Er is nog een wachten op de derde om de tweede te weten te maken. Want het is ook over de meter gegaan van die bij de stad al mechanisch effect had. En de derde om het podium volledig te maken bij de 60 plus. De derde, de Leeuwenkilt is ondertussen ook over de meter gekomen. En hier komt de vierde vrouw. Laura Paulussen. Blijkbaar was die hebben het meeste kans. Of wat is hier dan? Dus mag ik op het podium vragen, op de derde plaats, René van Gils. Ja, die kreeg dan een takje. Ja, dank u. We noemden die een aantal. En mag ik beginnen met heel gezond rijden. Ik heb niet gezegd wat erin gespoten is. Dat wordt een volle kost van geworden. Op de tweede plaats is geëindigd Rudde van den Buis. Hij krijgt een heel mooi pakje witlof. En op de eerste plaats bij de 60 plus is geëindigd Jos Staes. Dit heeft alles moeten geven. En graag nog een klein applaus voor de podium. Op de derde plaats is geëindigd Mark Vleur. Ja, stek je altijd de boot. Ja. Is geëindigd. En op de eerste plaats als winnaar van deze manche is geëindigd Pascal de Kort. Bravo. Dank u. Maar ook nou, dat heb ik het gegeven. Daar gaan we nog even een foto en een applaus voor dit podium. Oh ja, die hele manier komt het al uit. Met de laatste op de derde plaats Ik heb het niet. 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 Ik he